YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik mezelf kloon voor een team. Oh. In dit spel moeten wij onszelf klonen. Om het zo op te nemen tegen rood. Ik weet niet waarom. Misschien houden we niet van tomaten. En we moeten dus iedere keer kiezen op welke manier we onszelf klonen. Oh my gosh. Plus 40 of plus 100. Plus 100. En we nemen het op tegen 62 rood. Sound effects by DutchTuber. Oké, dit is best wel gaaf. Stel voor je zou jezelf echt kunnen klonen. Dude, dan kan je gewoon de hele dag lekker chillen op het strand. Terwijl jij, maar dan de gekloonde jij, je huiswerk doet en al die dingen. Oh my gosh, we nemen het op tegen een mega rode eindbaas. Maar we hebben hem! Let's go! En als we op deze manier doorgaan, kunnen we zometeen een nieuwe skin unlocken. Hopelijk zijn we dan nog wel blauw, want ik vind het eigenlijk best wel cool. Oké, wij hebben er 165 en hun hebben er veel minder. Kijk, dit is super chill. We springen over de zaag heen. Met z'n allen. Oh my gosh, dat is zo hoog. En de bedoeling is dat we dus aan het einde van het level helemaal bovenaan komen tot de schatkist. Dit meisje unlocked. Oké, dat is op zich best wel cool. We doen keer 6 en we moeten dus nu niet alleen rekening houden met de rode, maar ook met alle vallen in het level. Zoals bijvoorbeeld, hou je vast deze gigantische hamers. Oh, dude, dit is zo creepy. En natuurlijk nog steeds het leger met de rode dingetjes. Tomaatjes. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Kablam. We gaan hem zo hard inmaken, dude. Jij kunt een helm en hamer hebben, maar dat is niet genoeg. Dat hoort ze ook allemaal. Ja! En hier kunnen wij ons eigen koninkrijk bouwen. Wat gaat het zijn? Wow! We komen uit de toekomst. Stel voor jij zou jezelf kunnen klonen. Wat is dan het eerste wat je je kloon zou laten doen? Je kamer opruimen, de wc schoonmaken? Of zou je je kloon gewoon voor jou naar school laten gaan? Dat is niet zo slim. Ik bedoel, jouw kloon wordt dan superieur. Alleen jij wordt er niet echt slimmer van. Maar check this out. We hebben de schatkist. Oké, we mogen een mystery box openen. Ik ga voor de rechter. En de linker heeft Among Us. Oké, dat is geniaal. We zijn dus nu eigenlijk gewoon een heleboel crewmates. En we nemen het op tegen de imposters. Of zijn wij juist de imposters en nemen we het op tegen de crewmates? Dat kan natuurlijk ook. Ik weet het niet. In ieder geval, we maken rood in. We gaan voor plus 50 en nog een keer plus 50. Dat is het nadeel. Als je een super grote groep hebt, dan kun je eigenlijk niet zo heel veel doen aan de obstakels. Maar we kunnen deze enge dude, die een beetje op Jason lijkt, wel inmaken. Let's go, we hebben hem. Oh, check this out. Oké, dus wat we nu doen, is we breiden eigenlijk ons land uit door een stuk land van rood te stelen. Let's go. En we bouwen er nog een molen bij. Oké, daar gaan we weer. Deze keer zijn er ook een soort van spikes in het level. Wat? Ze hebben twee legers en wij hebben er maar één. Plus 10. Kijk uit voor de spikes. Keer 4 of keer 5. Keer 5 natuurlijk. We willen er zoveel mogelijk hebben. Oké, dan maken we ze in. Plus 5 of plus 10. Plus 10. En dan hebben we nog een bonus. Oh snap. Oké, we moeten op tijd klikken. Want dan kunnen we hem het beste inmaken. 3, 2, 1. Let's go! We zijn een soort van gele pinguïns. Oké, interessant. Ik wist niet dat er gele pinguïns bestaan. Tenminste, ik snap dat je een pinguïn geel kunt verven, maar ik weet niet of dat is wat er hier is gebeurd. We zijn mosterd. Dat is het. We zijn mosterd en we nemen het op tegen ketchup. En dat daar is een heleboel ketchup. Wat is de beste saus? Er is altijd een battle van mensen die zeggen mayonaise en ketchup en ik wil het voor eens en altijd oplossen in de comments. Mayonaise of ketchup. Oh, snapperoni! Ah, net niet! Wat hebben we? Oeh, we hebben een soort van alien unlocked. Oké, dat is best nice. En we nemen het op tegen ketchup. Weet je, vanaf nu doen we gewoon alsof het ketchup is. Want als je ze zeg maar inmaakt, zie je ook zo'n splash liggen. Dat is gewoon ketchup, oké? Dus de volgende keer als we het opnemen tegen Team Rood, nemen we patatjes mee. Oeh. Wacht even. Wacht even. Oeh, dat was op het nippertje, dude. Hij is sterk. Oké, plus 80. En er zijn nu nog meer van die obstakels waar we voor op moeten letten. Oké, we hebben de 32, 47, 102. Maar hier hebben we een toren. Dus eigenlijk elk mannetje wat je van rood inmaakt, dat is één mannetje die je van jouw team verliest. Dus je moet er altijd voor zorgen dat je meer mannetjes in jouw team hebt dan in Team Rood. En oh my gosh, we hebben zo hard gewonnen. Oké, plus 80. En dan gaan we over deze knop, waardoor de vloer er ineens is. Anders hadden we zwemles gekregen. Oké, keer 2 of keer 4. Laten we keer 4 doen. Plus 50. Uitkijken voor de messen. Hier gaat de vloer omhoog. Hun hebben er 60. Dus als het goed is, hebben wij er nu 130. Dat is op zich nog best veel. Tenminste, tot en met de schatkist, dat weet ik niet. Oh, eentje! Dat is letterlijk op het nippertje. En dan upgraden we hier weer ons land. We gooien onze boot nu vol. Maar we gaan dus nu proberen om nog een stuk land te claimen. Oh, snapperoni. Volgens mij gaan we dit voor elkaar krijgen. Let's go! En daarmee hebben we dus nog een stuk land geclaimd. Oké, maar nu is het weer tijd om te winnen. Wat we dus net eigenlijk ook al deden. Maar nu op een andere manier. We zijn namelijk weer aan het rennen voor ons leven. Letterlijk trouwens, want als we niet uitkijken, dan raken we de helft van ons team kwijt. Oké, we hebben rood ingemaakt. Plus 15. Nog een keer plus 15. Uitkijken voor de zagen. Ah. Come on, dude. Gaan we tot en met de schatkist komen? Ik denk van wel. Ik weet het bijna zeker.
Voelt zo chill als het op het nippertje is, hè? Dat voelt extra leuk. Oh my gosh, we zijn letterlijk goud. Het is gelukt. We hebben het beste team unlocked. Oké, maar als we nu verliezen, dan is dat echt een heel slecht teken. Dus we moeten nu eigenlijk extra goed ons best doen. Oké, volgens mij maak ik wel elke keer de juiste keuzes. We hebben rood ingemaakt. Niet plus 5, maar plus 25. Dat is namelijk veel meer. Oké, daar gaan we. Is dit genoeg om tot en met de schatkist te komen? We zijn immers van goud. Maar we kunnen nu de teddybeer unlocken. Nice! We zijn nu letterlijk gouden teddyberen. Besef eigenlijk dat als je jezelf zou klonen, dat je dan op meerdere plekken tegelijk kunt zijn. Dat is best wel grappig, weet je. Soms wil je met meerdere mensen tegelijk afspreken. Of heb je eigenlijk een afspraak, maar wil je ook iets leuks doen met een vriend of zo. Dat zou letterlijk gewoon kunnen, als je jezelf kloont. Nadeel is alleen wel, dat als je de leuke dingen door je kloon laat doen, dat jij ze dus eigenlijk nooit echt hebt meegemaakt. De persoon denkt van wel, met wie je iets onderneemt. Maar jij weet beter, want het is je kloon. Ik heb mezelf heel duizelig gemaakt net. Oké. Oh my gosh, we zijn zilver deze keer. Ik weet niet waarom, maar eigenlijk vind ik zilver wel gaver dan goud. Het ziet er zo sterker uit, omdat het een beetje die metalen glans heeft. De vraag is alleen of het zo is, weet je. Ik bedoel, als we nu keihard verliezen, dan weten we dat we heel boos moeten zijn op zilver. Of op mijn duim, want dat is eigenlijk degene die het spel bestuurt op dit moment. Oké, 166. Oh, dit gaan we zo hard halen. En met goud haalden we het niet. Oké, ben jij team zilver of team goud? Laat het in de comments weten. En het is weer tijd dat we hier iets gaan bouwen. En deze keer zijn we geel. Ik dacht dat het goud was, maar het is geel. Het is eigenlijk goud zonder glans. Dat is de beste manier om geel te beschrijven. Oké, daar gaan we. Plus 100. Dude, dit is zo lastig aan het worden nu. De obstakels worden erger. De rode groep wordt groter. En er is dus steeds meer waar we rekening mee moeten houden. Maar we hebben al best wel veel land geclaimd in deze video. En we hebben de schatkist weer. Weet je wat eigenlijk nog beter zou zijn dan jezelf kunnen klonen? Spullen kunnen klonen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Stel, je hebt gewoon één telefoon. En je kunt die gewoon 1000 keer klonen. Dan ben je gewoon rijk. Dan kun je gewoon alle telefoons verkopen. Stel voor, jij kunt één object of één ding klonen zo vaak je wilt. Dus je hebt er nu één van, maar als je zou willen heb je er morgen 100.000, 100.000. Maakt niet uit. Wat zou je kiezen? Een nieuwe skin. En dit is letterlijk een alien. Je kunt het ook een beetje zien aan die enge soort van slimy gloed die er omheen hangt. Oh, we hebben hier twee teams van rood. Okay, we hebben er nog 73. Min 25 is 48. En dan gaan we nu over deze brug heen. Oké, het gaat best wel lekker. Plus 50 of plus 40? Plus 50. Dan hebben we er 108. Nu hebben we er 168. 60. Dan maken we deze in. Dan houden we er een stukje minder over. Maar daarna hebben we plus 40, plus 25. Springen we eroverheen. Landen we. Springen we eroverheen. Landen we. Oké, we moeten bij deze bonus ervoor zorgen dat we plus 80 krijgen. Oh, kijk dan jongens. We maken hem zo enorm hard in. Let's go. En onze aliens zijn daardoor goud geworden. Dude, we blijven maar upgraden. Oké, we hebben er nu denk ik 36. Oh nee, 30 over. Dude, dit is zo spannend. Ik ben aan het rekenen terwijl ik probeer om niet af te gaan. Oké, dit is gewoon multitasken to the max. Dit is eigenlijk wel oprecht een spelletje. Wat ze je zouden kunnen laten spelen als je een soort van wil leren rekenen. Ik denk dat het leuker is om te leren als je het op een leuke manier doet. Laat het sowieso in de comments weten. Moet ik een deel 2 maken van dit spel? Want volgens mij... Oh, we zijn gouden aliens. Of waren we dat net al? Ik weet het niet meer. Want volgens mij kunnen we dus letterlijk het hele land in dit spel overnemen. Zolang we elke keer winnen van rood. Oh my gosh, daar gaan we weer. Oké, we moeten op tijd klikken. Goud, goud, goud. Kom op, allemaal in de comments. Goud, goud. Spam blauw in de comments voor een deel 2. Abonneer voor meer en adios.